Zangeres Hanni en haar familie worden al jarenlang bedreigd. Haar zoon is betrokken bij een faillissement en wordt door verschillende gedupeerden gezien als de grote boosdoener. Ja, en Hanni die is er nu helemaal klaar mee. In shownieuws stort zij haar hart uit. Het is allemaal begonnen met een autozaak geleid door Patrick, de zoon van Hanni, en door ene D. Het bedrijf raakt failliet en de verwijten vliegen over en weer. Volgens Hanni wordt haar zoon als oorzaak van het faillissement gezien. Dat nemen ze hem kwalijk en daardoor chanteren ze hem al 6 jaar. Doordat ze geen grip konden krijgen op mijn zoon, zijn ze begonnen met het bedreigen van mijn dochter Daphne op haar werk. Ze hebben haar echt met de dood bedreigd. R, de broer van D, zegt dat er helemaal geen sprake is van bedreigingen. Ik heb Hanni nooit gesproken, nooit gezien. Dus überhaupt hoe ze erbij komt, is maar een raadsel. Mijn zoon zit door. Die heeft natuurlijk om aan het geld te komen, om zijn familie maar te beschermen, heeft hij gewoon ook andere mensen opgelicht. En dat was ook een reactie van een van de twee broers. Nou, als je ons niet kan betalen, dan haal ik maar bij een ander weg. En dat heeft hij dus ook gedaan, omdat hij ontzettend bang was dat er iets met zijn zusjes of met mij zou gebeuren. Wat haar zoon betreft, van, ja, mensen kunnen het lezen op, ik ben genaaid, ik ben er alleen maar op uit geweest om hem achter de tralies te krijgen. En dat is me gelukt. Ook al lijkt de zaak voor hen opgelost, Hanni heeft er nog steeds slapeloze nachten van. Ik heb tegen de recherche in Amsterdam gezegd van kwamen ze maar bij mij aan de deur. En toen zei hij, wat zou je dan doen? Ik zeg, het grootste broodmes wat ik kan vinden krijgt hij echt tussen zijn ribben. Als hij bij mij aan de deur durft te komen. En ik heb overal gezegd, voor mijzelf ben ik niet bang, want ik sterf gewoon voor mijn kinderen. Niemand van onze kant die bezig is met Hanni, want wij zijn al lang klaar met die mensen. En of niet met die mensen, met Patrick, want hij is degene geweest die mijn broertje heeft opgelicht. Hij heeft mijn broertje failliet laten gaan. Ja. En ik heb hem altijd gezegd van, nou, je betaalt of het bedrag terug, of wij zorgen ervoor dat je achter de tralies komt. Nou, aangezien hij niet van plan is om het terug te betalen, dan moet hij maar gaan boeten. En dat is hij nu aan het doen. Ik knok me overal bovenuit en ik lach uiteindelijk straks iedereen uit. En dan ga ik weer leuke dingen doen.